Yo dames en heren en welkom bij Dit is Game Lord. Vandaag gaan we verder met een nieuwe aflevering van World of Warships. De vorige keer hebben we met de Fransen en de Britten gespeeld. Ik denk dat dat ze waren. En de Duitsers, zoals we zien ook nog. Er wordt vandaag Azië. Als Azië is tenminste. Ja, bij Azië. De Sovjet-Unie en de Verenigde Staten. En ik stel voor dat we gewoon met Azië gaan beginnen. Twee dual barrel cannons. Oké. Laten we beginnen. En voor ik het vergeet, ik heb gezien dat ik de vorige keer slecht kwaliteit was. Sorry daarvoor, ik heb het normaal gezien gefixt. En ik heb ook gehoord van mensen dat ik de verkeerde video online heb gezet. Ga ik ook nog eens nakijken. En er zat een kalender in het scherm. Dat is de editor. Ik ben op zoek naar een nieuwe. Als je suggesties hebt, je mag het altijd laten. Je mag het altijd in de comments zetten. Oké, ik denk dat binnen de tijd voor de herking afzetten. Ik hoop niet dat dit zo gaat zijn als vorige keer. Verschrikkelijke kutnek. Ik hoop niet dat het echt veel beter gaat zijn. Momenteel ziet er veel belovend uit. Dit is hier eens eens gelijk met dit schip speel. Ik heb al meerdere keren, ik heb al eerder dit spel gespeeld, maar nog nooit. Wat doen al die dubbele punten ervoor? Zijn er bots? Wel, ik heb wat? Nog op meedoen? Ik heb dit spel als eerder gespeeld. Het was nog in oudere versie. Ik ben World of Warships gaan spelen toen Game Meneer dit spel ook ging spelen. Ik heb zelfs toen zijn code gebruikt. Die code werkt niet meer. Ik heb al getest, werkt niet meer. Oké, nog een paar kleine leg spikes om te zien.
Oh shit, ik probeer ze flink nog, hè? Server is slecht geluid in ieder geval. Sorry daarvoor. Nou ja, als je World of Warships nog niet kent, het is een gratis spel. Dit is een gratis spel en als je wilt, kan je het spel gewoon installeren, gratis. Je niet al te veel bullshit om te installeren. Ook zo klinkt dit geluid ook weer niet. Hey. Oké, ik stuur de aflevering hier kijken naar een oplossing hiervoor. Het geluid, daar is iets mis mee. Sorry daarvoor. Er zijn nieuwe animaties toegevoegd voor het zinken van schepen. Ja, dat is niet zo goed zo te zien. Echt waar, zo voor dit geluid, ik kan mijn best doen. En wat de fuck is mis met dit schip? Hoe komt dat ik hem zo goed als niet... Ging dit nu rechtdoor? Oh nee. Gewoon zware legspike. Shit. Ik doe mijn best, ik meen het. Ik doe mijn best met YouTube. Maar ja, vooral is er een begin. En sorry daarvoor, ik meen het. Oké, ik neem woord terug van nou slecht bezig zijn. Zijn er maar 3 schepen over? Zo, even een zware leg spike. Allee, zwaar zou ik hem ook weer niet noemen. Even gewoon een leg spike.
hele grote berg tegenover mijn schip. Jongens toch. Oké, hier gaan we weer. Het is al meer dan vorige keer met de leg spikes. Als je vorige keer de aflevering hebt gezien, ja, dat is de vorige video op mijn kanaal. Kijk, deze is een paar jaar later. Ja, deze is nog maar de tweede aflevering van Wilde Warships. Oh. Oeps, ik heb de punt verkeerd knop opgeduwd. Volgens mij zijn deze bots. Volgens mij, want ik heb nog nooit zijn naam gezien met dubbelpunt voor en achter. Komt vind ik wel slecht, maar het is niet zo erg als vorige keer. Oh. Oh, we hebben elkaar gewonnen. Pint is overgenomen, alleen zo goed als. Voilà. Dat je wat verdient. Maar je verdient altijd zoveel als ik me niet vergis, dus zo is het ook weer niet. Next level. Oh, nu zijn de containers, ja. Dat is ook niet geen free XP, had ik het gezien. Fuck, het zal wel. Ja. Nu gaan we met de Russen beginnen, dan met de Amerikanen. Allemaal nog tier 1. Ik zie dat ik hier al een tier 2 schip heb. Twee dubbel barreled kanonnen again. Dat is opnieuw. Sorry voor, ik neem het eigenlijk redelijk laat op. Ik ben redelijk moe. Sorry hiervoor. En een luck speedbootje, oké. En ook gezien, er kan nog hier iets vliegen. Wat? Godverdomme, ik was te snel. Sorry als ik niet goed ben in entertainment. Geef wat tips. Laat wat tips achter in de reacties. Ja, dit is maar een begin met YouTube. Ik zou gewoon gaan zoeken van hoe kan ik het beste mensen te entertainen. En dit is ook nog maar een tweede video. Wat staat hier? De post. Zolang er geen munitie staan, zullen er bots zijn. Ai, 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 ai.
Krijg je wel XP van. Ready for players. Bots. Denk ik. Dat is voor dieptebommen, die rails die erop staan, als ik me niet vergis. En ook, mooi overdekken eerlijk gezegd. Oké, het klinkt al beter. Geld wil dat dan weer niet. Moet ook eens aanpassen. Doe ik ook buiten de afleveringen. Dan val ik jullie daar niet meer lastig. Oh my god. Ja, oké, veel geluid kan deze nog niet aan. Oké. Dan ga ik eens keer nakijken, het is aflevering 1. Ik ben van plan om een tweede serie te gaan opnemen, maar dan moet je wel de look wel pas vanaf het die box uit het scherm is. Die tweede serie zal een serie van Europa Universalis zijn. Zelf vind ik het een heel geweldige game. Ik heb zelf ook een paar uur op staan. Nog geen bom, dat is vijand. Oh, dat is niet de bedoeling. Ik kan er wel gewoon doorheen. Als ik kan zien, drie schepen.
Mooi, dat is leuk gedaan. Ik heb 38 hits ondertussen al. Drie keer iemand in drie keer vuur gestookt. Eén keer zal het schip laten zinken. Ah shit, dat is mijn ally. Oei, nu zit het wel heel slecht aan het gaan bij ons. Oh, we landen met 4 tegen 5. Oh, we hebben verloren. Oké, had ik niet gezien. We moeten meer op de minimap kijken. Whoops. Toch, niet slecht gedaan, al zeg ik het zelf. Wel shit, XP verdiend. Maar ja, we hebben verloren, maar we wilden dan. Wat betekent dat dit er ons ziet? Dat het kronkje er ons ziet. Geen idee. Oh my god. Oh, via one barrels. One barrel cannon, oké. Britten, wat de. Ja, ik heb toch iets beter met één tier. Ik heb misschien één kanon minder, maar je hebt wel twee kanonnen meer. Al die twee barrels meer. Net zag ik hier ergens iets rondvliegen. Nog altijd in Halloween. Halloween is eigenlijk al gedaan. Dat is leuk gedaan. Wow. Dat is heel veel. Hier. Is dat een rog? Is dat gewoon een gigantische rog dat is hier rond te vliegen? Oh, dat is al gedaan, heb ik gezegd. Oké, dit is ook nog een keer met het denk van Duinkerken. Dat is ook wel mooi bijgemaakt. Vind ik ook wel leuk dat ze dat hebben gedaan. Dat is gewoon een grote rog. Als ik me niet vergis. Zalig. Oké, vanaf 45 ga ik gewoon leave queue doen. Ik kon niet tegen bots. Ik kon niet eens tegen echte mensen. Oké. De computer hoort me. De computer heeft me gehoord. Of de.
Sinds bij Wargaming. Bij Wargaming kwam iemand achter. Hey, see, what's someone doing? Nee, die met de bots, die en niet, die en bots. Oh, dat is echt deze ochtend zo kut. Wat? Komt ze dan? Oké, ik ben hier aan het twijfelen. Wat? Zo'n punt als Crozer. Dat is ook zo zwaar in detail gemaakt. Vind ik ook wel zo zalig. Kan nu ook uit. Ja, zalig. Wat was dat daar? Zalig. Ik moet zalig gemaakt. Die kleine dit. Hier. Die kleine tijd maakt gewoon af. Oké, ik kan ze niet kapot maken, jammer. Spoilers? Wat? Volgens mij zijn echte mensen. Nee! Shit. Ik weet niet of dit gewoon overleven. Hey. Okay.